lief in je, mijn dierbaar geboorteland. Alleen aan jou heb ik heel mijn hart verpand. Waar de vissers heel gelukkig en tevreden stil mijmeren vissen in die mooie blauwe zee. Ach, lief Indië, nimmer zal ik jou vergeten. En altijd zal ik jou mijn liefde geven. Want jij bent de baas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Cikini beli roti tatek cuan, roti zaman dulu. Sekarang saya lagi pengen jalan-jalan menelusuri jalan raya Cikini. Yang mana jalan raya Cikini nih zaman dulu masuk kawasan Welter Freden. Ini jalanan paling sibuk kalau musim liburan. Soalnya kenapa? Di ujung jalan sana tuh di tengah-tengah yang sekarang jadi Taman Ismail Marzuki, itu dulu kebun binatang yang masuk dalam pelatarannya rumah Raden Saleh. Nah, ikutin perjalanan saya menelusuri jalan raya Cikini sekarang dan masa lalu. Oke, jangan lupa subscribe Kemayoran Kepu ya. Melihat masa lalu di Kemayoran Kepu bersama penggemar sejarah. Yuk, kita meluncur ke belakang. Zal ik jou vergeten? En altijd zal ik jou mijn liefde geven. Want jij bent de parel in de gordel van Smaragd. Steeds door mij lief Indië, mijn dierbaar geboorteland. Alleen aan jou heb ik heel mijn hart verpand. Waar de vissers heel gelukkig en tevreden stil mijmeren vissen in die mooie blauwe zee. Ach, lief Indië, nimmer zal ik jou vergeten. En altijd zal ik jou mijn liefde geven. Want jij bent de parel in de gordel van Smaragd. En jouw leer wordt steeds door mij herdacht.
zal ik jou vergeten. En altijd zal ik jou mijn liefde geven. Want jij bent de parel in de gordel van Smaragd. Steeds door mij lief in je, mijn dierbaar geboorteland. Alleen aan jou heb ik heel mijn hart verpand. Waar de vissers heel gelukkig en tevreden stil mijmeren vissen in die mooie blauwe zee. Ach, lief Indië, nimmer zal ik jou vergeten. En altijd zal ik jou mijn liefde geven. Want jij bent de parel in de gordel van Smaragd. En jouw leven wordt steeds door mij herdacht. Zal ik jou vergeten? En altijd zal ik jou mijn liefde geven. Want jij bent de parel in de gordel van Smaragd. Saya sekarang lagi ada di depan pintu masuk Taman Ismail Marzuki. Yang 100 tahun yang lalu, saya berada persis di depan pintu masuk Kebon Binatang Cikini. Sekarang, penggemar sejarah, Kemayoran Tepu yang mau melihat masa lalu udah menelusuri jalan raya Cikini. Berhubung udah waktunya mau malam, pulang ke Kemayoran. Jangan lupa subscribe, oke? Penggemar sejarah Kemayoran Kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lagulah ini menghibur diri. Cikini, hey! Si gondang dia, hey! Yang punya bini, hey! Nongkrong di rumah. Buah nangka, hey! Dan buah gedang, hey! Masih perjaka, hey! Boleh begadang. Sekian. Jadi berapa emang? Sudah 30.